Welcome, dames en heren. Het is de vierde lezing voor de vismensen en de rammensen. Alrighty, we gaan even kijken. Now, jullie weten hoe het werkt. Als dit is je eerste keer, dit is de vierde lezing. Het is een cumulatie van mensen dat is scoren 15 maart tot en met 21 maart. Now, hoe dit werkt is dat alles wat gebeurt met de mensen die geboren 15 maart, je gaat april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december, januari, februari. Het is een cyclus dat je gaat rond, oké? En iedereen krijgt de effecten van alles wat hier is. Het is issues, problemen. Mensen dat komen op in de solar year. Solar year is van één verjaardag naar een ander verjaardag. Nu is 2021 tot 2022. Dus, wat zit hier in de kruis? De kruis heeft de rechter. Okay? Dus, als je hebt issue met de rechter, dat soort van situatie. Is dat iemand probeert wat geld te nemen. Heel veel boosheid. Mensen is nou van op de hoogte some sort of oneerlijk spelletje dat zal gebeuren. Mensen staan stevig in zijn schoenen omdat ze hebben gezien dat some sort of oneerlijk spelletje waar geld, mensen wil geld gehouden en bijhouden en mensen was van op de hoogte en stevig in zijn schoenen gestaan om dit niet te gebeuren. Mensen is nou boos omdat mensen komen achter de spelletje. Sommige van jullie hebben mee te maken met een ramli of een boodschotte persoon en een waterman vrouw. Mensen recognize some sort of eerlijk spelletje waar geld was genomen. Mensen is nou van op de hoogte en have gezien hoe een vrouw en haar kind hebben heel veel geld genomen om de valse benodigdheid om te zeggen dat zij wat iemand anders. En deze vrouw is een watermanweeskel of tweeling en een ramli of boodschottenpersoon. Mensen is van op de hoogte, deze vrouw en zijn kind wat ze hebben gedaan. Dus sommige van jullie, misschien dit is je partner, misschien dit is je je vrouw en de kind, of je kindmoeder en je kind, maar ze hebben heel veel geld gekregen om de valse benodigdheid. Mensen is nou van op de hoogte, de oneerlijk spelletje dat was gebeurd. Dus het is een jaar waar je komt achter heel veel dingen en mensen dat je moet even over de vloer gaan en je gaat even achterkomen, some sort of an eerlijk spelletje van de mens. We gaan even kijken de mensen dat is geboren 15 maart. Je hebt de energie van de magie. This is a positive energy. De energie van de magie vertelt over some sort of beslissing dat jullie moeten gaan maken. Some sort of informatie komt op een beslissing wat jullie moeten gemaakt. En het heeft echt over jaloezie. Dus mensen hebben heel veel jaloezie en hart tegen u en je familie. Mensen is nou van op de hoogte. Mensen hebben achtergekomen in dit jaar. Wat is gespeeld? Hoe zijn de mensen? En hoe een groep van mensen zit u en je familie tegen te spelen? Mensen is nou van op de hoogte. De energie van de magie is een goed jaar om iets te doen. Als je bent open om iets nieuws te doen, het is een goede jaar. Het is een ja, ga daarvoor. Het is positief. De energie van de magie heeft mee te maken dat je hebt alles dat je hebt nodig om een goede leven te hebben en je geluk terug te pakken na de jaloezie dat was tegen u gespeeld. Dus, jullie hebben de magie. 1, 2, de 2 van Pentacles. Heel veel geld komt terug naar jullie. Some sort of an issue met je kind wordt opgelost voor sommige van jullie. En je geluk komt terug naar de jaloezie wat jullie hebben meegemaakt. Dus je hebt 1, je hebt 2, je hebt 9. En verwacht dat je krijgt heel veel jaloezie van mensen rond jou. Dus wees voorzichtig wat speelt. Daar is heel veel jaloezie.
Dus dat is goed wat jullie is snel van op de hoogte. Some sort of oneerlijke spelletje dat was creëerd rond u en je familie. Dat het komt best wel goed. Dus het is een positief jaar, dames en heren. Omdat je krijgt wel een soort of help. Help komt binnen voor jullie en dat is goed. Als we kijken de mensen, dat is geboren 16 maart. Je hebt de energie van de keizerin. Dus some sort of issue met je moeder, some sort of issue met je tante, some sort of issue met je vrouw, some sort of issue met je schoonmoeder. Now, whatever the issue and problem is and some sort of a communicatie komt daar uit. Mensen komen achter dat iemand en een groep van mensen van en on the plaats probeer some sort of a oneerlijk spelletje te creëren. Mensen is nu van op de hoogte en hebben achtergekomen some sort of a deceptive oneerlijk spelletje dat was creëerd door anderen. En deze zijn mensen dat komen van een onderlang. Creëer some sort of a problem issues. Dus mensen dat is geboren 16 maart. Word voorzichtig over some sort of oneerlijk spelletje waar een groep van mensen van een ander land gaat creëren. En je komt daarachter, het hoeft niet een ander land, het kan een andere plaats. En je komt daarachter wat de mensen zitten om te doen. Het is een goed jaar, sommige van jullie gaat even trouwen, sommige van jullie gaat even samenwonen met een vrouw. Het is een positief jaar. Sommige van jullie gaat reizen en verhuizen. Zeer positive alignment of energy. It is a good year. Verandering komt op, maar it is positive verander. Dus jullie krijgen de energy of 2x3. En voor dat is de keizerin met de 3 van pentacles. Heel veel van jullie gaat samenwerken met anderen. En je gaat creëren heel veel financial stability. En dit is goed. Dus als je bent van plan om te starten voor jezelf, het is een ja, ga daardoor. 33 is 36. Heel veel liefde komt ook naar jullie naartoe. Dus heel veel van jullie gaat samenwonen met de vrouw of dat soort van ding. Je moeder en ga je helpen dat soort van energie, maar een positive alignment van energie. Als we kijken, de mensen, dat is geboren 17 maart. Je hebt de energie van de raap van fortune. Een zeer gelukkige jaar. Heel veel van jullie willen vooruit gaan in het leven. Ja. Sommige van jullie willen even gaan reizen. Ja, dat kan. Als je krijgt je vaccinatie. Heel veel van jullie had some sort of a conflict. De conflict is over. Sommige van jullie willen your excuses on border. Sommige van jullie mensen willen excuses on your on border. Mensen komen achter in some zeer oneerlijke situatie waar mensen wil ze excuses aan u gaan aanboden. Mensen is nou van op de hoogte dat sommige van jullie had some sort of a issue, conflict met een boodschap mensen en een leo en een ram mensen. En ik zie dat de mensen wil some sort of a excuses aan u gaan aanboden voor wat ze hebben gedaan. Dus dit is een goed jaar, omdat het is een gelukkig jaar voor jullie dat is geboren. 17 maart en dit is zeer positief. Hier zeg bij, some sort of excuses worden aangeboden, omdat mensen is nou van op de hoogte over iets. Dat was aan het hand, dat mensen was niet van, niet had geweten van daarvoor. Die is nou van op de hoogte en komt achter some sort of oneerlijke situatie dat was aan het spelen. En je krijgt some sort of an excuses on geboden, okay? Dus positive alignment of energy is een krachtige jaar. De raad van fortune is 10, is een gelukt jaar. En je krijgt een nieuw start. En whatever the conflict and issue is, ik zie dat dit komt tot een eind. Mensen gaan ze excuses aan je aangeboden. Dus je hebt 10, 3 en 5. 3 en 5 is 8. Dat is financial, infinity, abundance, geld. Alles wat je wil komt naar jou naartoe. Is een zeer positief jaar. Geniet hiervan. Okay. We gaan verder naar de mensen dat is geboren 18 maart.
De energie van de rechtvaardig. Oneerlijke situatie wordt gebalanceerd. Sommige van jullie, iemand probeert jou op te lichten. En de mensen hebben ze direct aangepakt. Omdat de mensen is nou van op de hoogte. Soms soort van oneerlijk spelletje. Dus iemand probeert of gaat sommige van jullie opgelicht heel veel geld. Maar direct is ze worden aangepakt. En dit is heel veel geld, oké? Dus direct staan in of soms soort van overheid, instituties staan gewoon direct in om te zien. Soms soort van oneerlijk spelletje. En ik zie dat ze hebben gepakt dit op tijd. En hebben gelaten zien dat mensen was niet eerlijk en oprecht in zijn zaken. En recognize some sort of a foul play. En jullie worden beschermd hierdoor bij some sort of authority. En de mensen is nou van op de hoogte. Dus goed, de energie van elf en vier. Dat betekent dat sommige van jullie some sort of a geld dat je moet krijgen. En mensen zal ik niet uit laten betalen. Maar de mensen hebben het gepakt op tijd. Ik zie dat ze pakken de mensen aan. Ik zie boosheid bij de mensen. Maar het is goed. Jij krijgt je geld terug. Dus de energie van 11, 4 en 7. En niet vergeten, dames en heren. De 7 van zwaarden is nooit goed. Het is over onheerlijkheid dat is gespeeld. Maar het wordt kapot. Omdat de mensen hebben de mensen kapot van de deceptiveness dat ze proberen om te doen. Ze wordt op zijn vinger getipt en keihard kapot voor wat ze heeft gedaan. Dus niet vergeten, het is een positieve jaar, maar toch opletten de mensen rond jou. 19 maart hebben wij die energie van je wordt en mensen zitten bekijken. De waarheid is boven water gekomen, oké? En dit is wel goed, dames en heren, omdat de waarheid is boven water gekomen over een jonge ramlie of boodschappenpersoon. Mensen is nou van op de hoogte. Wie is deze ramlie of boodschappenvrouw? Deze ramlie of boodschappenvrouw probeert te zeggen dat iemand, dat is een visgreep of scorpion, is hun moeder. Het is niet waar. Mensen hebben nou gezien dat het is niet waar. Een scorpion vrouw probeert some sort of a probleem te creëren en gebruikt deze ramli of boodschappenpersoon een eind komt voor een scorpion vrouw, omdat mensen is nou van op de hoogte de spelletje van deze vrouw en wat deze vrouw heeft gedaan en wat deze vrouw heeft creëren in zijn leven. Dus mensen is nou van op de hoogte. Now, heel veel van jullie gaat vooruit gaan. Vrouwen, je gaat vooruit gaan. Some sort of a blokkeer obstakels that was created. Je staat stevig in je schoenen en je gaat vooruit gaan. En ik zie dat mensen is nou achtergekomen dat de ramli of boodschappenpersoon probeert some sort of a situatie te creëren. En jullie staan stevig in je schoenen en het is nou behind you. Maar echt, een eind is hier voor een scorpionnetje. Dus je moet daar van op de hoogte. Wat we gaan hiervoor doen is dat jullie gaan recognize dat je gaat vooruit gaan in het leven. Maakt niet uit wie en wat mensen proberen om te doen. En Scorpio en vrouw dat proberen sommige van jullie obstakels te creëren. Het komt tot een eind nou mensen recognize de oneerlijk spelletje van deze Scorpio en vrouw. Een eind komt voor deze Scorpio en vrouw. Ook voor deze ramli of boodschap. Misschien is je kind, jullie vrouw en samen met je kind some sort of a oneerlijk spelletje gecreëerd. Mensen is nou van op de hoogte. Mensen zien precies wat is gebeurd. Dus jullie krijgen 12 en 3. 12 en 3 gebruik deze number. Vanwege doordat deze number kunt jullie helpen. A transition komt op waar een scorpionetje vrouw dat staat in je weg samen met een ramli of boodschappenpersoon is nou weg. Omdat mensen is van op de hoogte. De spelletje wat ze had creëren. Nou, we gaan even bekijken de rammensen. Maar de rammensen beginnen om 21 van de maand. Dus, de laatste vismensen, je krijgt de energie van de dood.
Mensen, dat is geboren 20 maart. Je krijgt energie van de dood. Transition komt op omdat sommige van jullie je financiële situatie hebben geblokkeerd. Mensen is nu van op de hoogte. En ik zie dat je wordt nu opgelucht. Dat nu je financiële flow is terug. Omdat dat was some sort of a blockade dat was geplaatst op je financiële status. En nu mensen is nu van op de hoogte en recognize wat was gespeeld. En ik zie een eind komt naar de blokkade en geld komt terug naar jou naartoe. Omdat mensen is nu van op de hoogte dat een groep van mensen had some sort of an eerlijk spelletje. En nu je finance, je geld gaat binnenvloeien. Van wekens dat de opluchting is hier. Ik zie dat jullie zijn helemaal blij met wat is gebeurd. Dus geluk is hier voor jullie. En dit is goed. Heel veel van jullie was gewoon geblokkeerd. Blokkades is opgeheven. Dit is een jaar van transformatie. Positieve transformatie. Geniet hiervan. Jullie hebben 10. En jullie hebben de energie van transition. Maar is positief. 7 en 10. Is de ster. Geld. Je gaat geld, heel veel geld verdienen in dit jaar. En het is positief. Okay? Dus onverwacht geluk. Dus 10. Dood is 13. Dat is 4. En 7. Van bochel is dat emotional stability is hier ook. En is een zeer, zeer positief jaar. Dus je hebt 10, 7, 13 en fear, okay? And geluk is here for jullie in this year. Zeer positive. The last mensen that we have mee te maken is the ram, okay? Now, ram mensen, je bent 21 maart, maar je bent kops mensen. Je hebt ook de energie van de ram, maar water. Dus wat hier speel voor jullie is dat geheim is nu boven water gekomen. Heel veel geheim dat jullie had gehouden is boven water gekomen. Geheim over een waterman weeskel of tweeling vrouw en jullie ramman. Als dit is je vrouw of je advocaat of een ogen opgeleid mensen. Mensen is van op de hoogte. De oneerlijk spelletje wat jullie twee hebben gecreëerd. Mensen is nu van op de hoogte over de geheim. Wat jullie mannen hadden. En het effect niet alleen jullie mannen. Maar jullie vrouwen ook. Dat is geboren 21 maart. Je geheim is nu boven water in dit jaar uitgekomen. En ik zie dat sommige van jullie doet zoiets als even. Je bent ziek of zo. Maar het is een situatie waar je speelt een situatie uit. Omdat je wordt kapot. Dat je speelt zoiets als je bent ziek. Maar mensen is nu van op de hoogte dat je heeft some sort of a geheim. De geheim is nu boven water en je speelt zoiets als je ziek. Mensen is van op de hoogte. De grote spelletje en de geheim dat meestal van jullie had met een waterman weeskel of tweeling. En mensen is nu van op de hoogte. En ik zie dat mensen recognize de oneerlijk spelletje dat was creëerd door jullie en een waterman tweeling. Vrouw. En mensen weten de geheim tussen deze vrouw. Dus heel veel is even boven water gekomen. Mensen is nu achter de hoogte om te recognize en realiseren dat there was some sort of a connection met een waterman, weeskel en tweeling, vrouw en een man. En de geheim is nu boven water gekomen. En ik zit en ik recognize. En mensen komen te recognize, hey, deze twee had echt, die zat echt aan elkaar lippen. Die had zoveel heen en op haar buik en alles is nu boven water gekomen. Dus dames en heren, misschien de vrouw is je partner, je moeder, je zus. Maar informatie is nu boven water gekomen dat jullie had echt een geheim gehouden. Dus hoe gaat het uitgelopen? Het is goed om even zelf een verjaardag lezen te gaan kijken. Omdat dan kan je zien voor jezelf. Omdat deze zijn gewoon algemeen lezen. Maar het is een jaar waar alles komt uit. Wat geheim dat jullie hebben. En het is zeer belangrijk omdat de major arcana
It is the energy from the moon. And the moon is over secrecy. Okay, informatie dat was achtergehouden. En nou, hij is nou boven water gekomen. Dus dames en heren, half tijd, omdat dat komt uit. De energy van de moon is 18 en 9. Okay, 18 en 9. Dus iets komt tot een einde. Eind van geheim is hier. Van mensen is nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje. That was covered. Dus dames en heren, er is een jaar. Ik wens jullie echt succes. En als je wil een verjaardag lezen, je kunt mij bereiken op catacomb.nl. En voor de rest, ik wens jullie een zeer fijne, plezierige jaar. Namaste, tot de volgende keer.